vind hem echt wel... In de cage? Ja? Ultimate Chicken Cage Fighting. Dit is de UFC, de Ultimate Fighting Chicken. Voor fighten, dit is voor fighting. Is het fighting chicken? Yeah, fighting chicken. Oh, die rang om. Ja, hij komt nu met een of andere struisvogel aan die ongeveer zo groot is als ik. Het idee is dat ik in de kooi achter die haan aan moet. En dan moet ik hem zien te vangen. En dat is goed voor je reflexen en zorgen, want dat ding is bloedsnel. En die heeft waarschijnlijk geen zin om door mij gepakt te worden. Dus waarschijnlijk kom ik hier met een oog minder uit. Niet alleen is dit heel erg moeilijk. Mijn grootste probleem op dit moment is dat ik die kip echt doodeng vind. Had ik een gooi kleine kip kunnen halen ofzo? We kijken hoeveel de beesten ervan. Ik moet voor de wedstrijd moet ik een of andere Thaise rituele dans doen. Dat is heel belangrijk, dat hoort erbij. Is vooral voor de Thaï heel belangrijk. Dus het is spiritueel als geloof gegaan. Dus dat gaat King mij nou leren. Ja, boom. Wat hij zegt. De baan. Hoe heet het? Wai Kru. Wai betekent respect en Kru betekent trainen. Dus eigenlijk het dansen om de respect te tonen aan de trainer. Voor mij is het niet heel ingewikkeld, maar het is wel belangrijk. We gaan de korte versie doen, anders moet ik te veel onthouden. That's a lot of information. It's a lot. Yes. Dus je krijgt nog een dag voor je gevecht, krijg je dat erbij, of een middag voor je gevecht. Nog iets om te onthouden vanavond. Ja. Dekking hoog en die dans. Can you explain why we do this dance? Stretching your leg, this. Mm-hmm. You stretching your arm. Yeah. En sim boede. Het is eigenlijk hetzelfde als wat Robbie zei, alleen dan met een wat zwaarder aspect op het fitnessgedeelte. Van de Thai zelf, die vinden het religie is secundair, het is vooral lekker om een beetje op te rekken. En dan heb je tenminste al voor lul gestaan, dus het maakt niet zoveel uit wat er daarna gebeurt. Gaan we naar Max? Yep. It is time. Tenminste, het is nog lang geen time, het is nu 3 uur voor het gevecht. Maar we gaan die kant op. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik vind het wel een beetje... Wel, nou ja. Ik ben blij als het over is. Ik ben blij dat het een dag eerder is, anders zit je toch 2 dagen langer in de zenuw. En zo voel je dus in mei ook, hè? Zoals je nu voelt. Valt er mee dan? Het valt nu wel mee, ja. Het valt nu wel mee. Even kijken of het verandert als we daar naar binnen gaan. Ik ben gewoon heel erg benieuwd wie ze van me bedacht hebben. Ja. Ja, ik ook. Hoe ze me ingeschat hebben. Het gaat om je record. Je hebt een omgeslagen record nog, toch? Ja. Ja. Je hebt hem nooit verloren. Dat hebben we gezegd. Ja, dat is het enige wat ze hebben opgegeven. Hij is heel groot, hij is heel sterk en hij is ongeslagen. Ja. Dat is allemaal waar. Ja. Maar ja, iemand die al 20 jaar traint maar nooit een wedstrijd heeft gedaan, heeft precies hetzelfde record. Ja, in principe wel. Dat is echt een heel geruststellend antwoord. Hoe dan ook, die krijgen een zware avond. De fighting spirit nou hoor. Dit is qua vibe echt heel vet ofzo. Ik vind het echt heel gaaf. Het is een beetje een soort bar fight. De discobal hangt al boven de ring. Dat wordt meeste jongens. Mijn rapmooi wordt toch meer zo. Ja. Getting down for Buddha. Een stuk harder dan je dacht. Zijn eerste twee zijn al geëindigd op knockouts. Ik sta op een poster. Wacht. Nummer 6. Ik heb gezien hoe hij die kip aanpakte. Zo wat dit ijs.
plastic condoom. Volgens mij, dat weet ik niet zeker. Die meneer recht voor je. Ja. Maar ik denk dat het redelijk niveau gelijk krijgt. Hij heeft wat meer ervaring, maar hij is ook al wat ouder. Hij is misschien ietsje zwaarder. Is dat zo? Wat spannend. Ik ga wel mijn geld op Max zetten uiteraard. Round three. Bye, bye. You'll be nice. Great.